Binding of Isaac, Torchlight. Dat wordt dus Binding of Isaac. In de sfeer van het Halloween. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord. Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. Omdat het een beetje goed te zien is. Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question. Options, music, and want this geweldig muziek. Dit spel ken ik maar als te goed. Iets te vaak gespeeld. Dit is The Binding of Isaac. Van wat ik van Sengi heb gehoord, wilden ze dit eigenlijk op Nintendo ook uitbrengen. Maar hebben ze het uiteindelijk, omdat het te erg was, niet uitgebracht. Wat jammer is natuurlijk, vind ik. Ja, hier kan vuur ook schieten. Trouwens, je ziet me af en toe resetten. Dat komt omdat ik dan in de golden room, in de treasure room, een slecht item heb gepakt. De eerste room moet je namelijk gewoon een goed item hebben, want anders dan lukt het eigenlijk niet echt om het spel uit te spelen.
Dat is wel een goed item. Ik zal het liever vermoorden. En op naar de volgende. Ik ga niet goed vandaag, ik zie het nu al. Ik hoor ook in Tilburg, hè? Eerst krijg je deze jumpers, als je niet vergis, krijg je dan al een vliegende hoofd. En na deze vliegende hoofd krijg je statues. Skill statues. Oh. Ik kan nu al eens denken. Tico. Ik zie dat het spel een beetje lijkt. Ik weet niet of jullie daar ook last van hebben. Rust is zeker belangrijk, hè?
Dus wat vind je tot nu toe van deze game? Ja, ik zeg al, het ging niet heel geweldig. Ik ga er nog één run tegenaan gooien en dan denk ik dat ik ermee kap. Ik weet niet of iemand anders het hierna nog kan en wil overnemen. Anders moet hij maar even aangeven of moet hij gewoon gaan streamen als ik zo direct offline ga. Zo'n hekel aan deze kleine spinnen. Glitchen overal erheen. Is goed zo. Even kijken hoe laat het is. Dan ga ik nog tot 15:15 doordenken en dan kun jij het overnemen. Of als de run nog langer duurt, dan ga ik nog even verder uiteraard. Maar zoals het er nu naar uitziet... Met maar één hartje, half hartje zelfs. Eén hartje. Beste item uit het hele spel, net.